DA91 staat niet achter de wijze waarop Organic Movement haar protesten leidt. Echter is de partij wel content met de eisen die zijn gesteld door deze organisatie. Voorzitter Angelique Del Castillo zegt dat haar partij niet deelneemt aan de volksprotesten vanwege de manier waarop de protesten gelanceerd werden. Hierbij zijn de politiek en vakbonden uitgesloten. Terwijl naar zeggen van Del Castillo de trekkers van Organic Movement zelf uit de politiek en vakbeweging komen. Dat geeft volgens de partijvoorzitter aan dat iets niet klopt. Het verder traject, uitspraken die gedaan worden, inconsistentie, dan willen ze dit, dan willen ze dat. Onwilligheid om met wie dan ook te praten. Het idee dat je een mes op de keel van mensen moet zetten. Ze moeten eerst iets doen om zich aan jou te bewijzen voor je met ze aan tafel gaat zitten. Kijk, we leven in een democratie. Burgers hebben het recht van demonstratie. Maar we hebben ook een regering die gekozen is. En die regering heeft mandaat. Dus wanneer je met een regering aan tafel gaat zitten binnen democratische beginselen, dan ga je voor de dialoog en de onderhandeling. Geen enkel onderhandeling begint met mes op de keel. En zeker niet van een groep die geen enkel standing heeft in die samenleving. Ze zijn niet eens een juridische organisatie. Ze zijn bijeengekomen. Op basis waarvan zijn ze? Wat zijn hun regels? Wat zijn hun doelen? Wat is hun plan? Wat is hun programma? Ze roepen mensen op straat om te demonstreren en ze hebben eisen. En als die eisen niet worden ingewilligd, wat dan? Del Castillo zegt dat DA91 een vast patroon heeft waarop ze deelnemen aan protestacties. De partij put eerst alle democratische middelen uit, zoals brieven schrijven, gebruik maken van de media, gesprekken voeren en voorstellen doen. En dan, als er geen actie komt van de regering, komt het moment om volgens haar op straat te gaan. Maar je hebt een plan, we hebben een programma. Als de regering niet voldoet aan de eisen, dan eisen we vervroegde verkiezingen. Dat is democratie. Dat is hoe de eis. En dan hebben we een programma. Dit is wat we met de mensen willen gaan doen. We gaan ons kandidaat stellen en we gaan dit programma aanbieden. Dus die weg is uitgezet in de democratie. Maar wanneer je mensen oproept en oppompt om boos te zijn, je brengt ze hier, je roept de minister. Wat gaat u doen? De minister praat en ze wordt uitgejouwd en je loopt weg. De mensen zijn nog bozer. Toch? En elke dag maak je ze nog bozer en nog bozer. Waar moet het naartoe gaan? Waar moet het naartoe gaan? En welke eis is cruciaal? Er moeten eerst 3 eisen worden voor we gaan praten. Welke 3? En waarom die 3? Er is te veel ruis voor ons en te veel wat we niet weten. En wij hebben sterk het gevoel dat er mensen zijn die je voorop ziet, maar er is ook een grote groep mensen die je niet ziet. En wie die mensen zijn, daar zit het onzichtbare waar wij ons zorgen om maken. Del Castillo gelooft dat de protestacties die sinds 18 juli worden gevoerd tegen het beleid van de regering een scenario is dat opgezet is door politieke tegenstanders van deze regering.